voordeel aan vroeg opstaan is 100% dat je in de ochtendzon een wandeling kan maken. Het is echt zo lekker weer. Ik ben er helemaal blij mee. Ik ga vandaag naar de spa voor de verjaardag van mijn vriend. Ik ga die deur dichtmaken. Wat een herrie. Dus daarom heb ik al die handdoeken ingepakt. Maar deze ochtend moet ik eerst mijn oma helpen. Die moet naar verschillende afspraken en ze kan wel auto rijden. Maar goed, het is altijd fijn als er iemand bij is. En mijn ouders konden niet. Dus dan moest ik het doen. Gisteravond kon ik me daar helemaal gek over maken. Omdat ik heel wat andere dingen wilde doen. Ik wilde sporten vandaag en dingen voorbereiden voor mijn vriendje verjaardag. Maar dat gaat niet. Helaas. Zo druk dat ik me erover heb gemaakt, zo snel heb ik dat ook weer van me afgezet en ben ik gaan slapen. En het hooikoortseizoen is begonnen. Dit wordt denk ik een korte video, omdat in de spa kan ik natuurlijk niet filmen. Mijn oma houdt er ook niet van om op beeld te komen. Ik zal het proberen om het op beeld te krijgen. Vind ik ook wel leuk om voor later terug te zien. Ja, daarnaast heb ik geen make-up op. Dat is misschien ook wel goed met mijn hooikoorts gezicht, want dan kan alles er gewoon hup eruit. En in de spa hoef je geen make-up op, want dat is echt bullshit. Dus ja, laat deze dag beginnen. Mijn camera staat totaal niet stabiel. Het is tijd om naar mijn oma te rijden. En haar te helpen met de afspraken die ze heeft deze ochtend. Ben je er klaar voor? Ja, nee, maar ik heb de andere kant nu ook opengemaakt. Maar dan moeten we zo meteen dicht doen. Nee, ik film mezelf. Ik film mezelf. Hoe is mij? Goed. Ja, ja? Ja, die was wel flink verkouden. Nou, dat viel eigenlijk heel erg mee. Ik ben ondertussen havermout aan het maken. Letterlijk. In 1 uur heeft oma bloed geprikt, de rijbewijs opgehaald en vaccinatie gehaald. Dus dat was helemaal top. Ik ben heel blij, want dan kan ik nog eventjes sporten. Ik heb daar namelijk de aankomende dagen niet veel tijd voor. Want dan ben ik niet thuis. Morgen nog wel. Maar ik wilde nog 2 dagen deze week. Dus dat gaat me gewoon lukken. Daar ben ik heel blij mee. En dan zo meteen naar de spa. Ik heb er echt zin in. Ik heb ook echt zin in dit ontbijt. Walk into the place. I spot you from a ways. My heart, it started racing. The crowd across the way. Was on your face and then I'm from the 80s. Someone helemaal gesleut. Ik ben helemaal klaar voor om naar de sauna te gaan. Helemaal niks doen. Niet koken, want we eten daar. Ik ben helemaal blij. Wie is een jarig? Ik ben jarig! Het is mijn dag en die van een paar miljoen anderen. Ja, maar ben jij de enige Jilder die vandaag jarig is? Waarschijnlijk wel. Oké. Okay. Waarschijnlijk, ja. Ja, sowieso. Er zijn maar 3 Jilders. En wat gaan we doen? We gaan naar Go. Nee. Woe! Vanmiddag. Ik kwam hier aan en even zei, ik heb een verrassing voor je. Ik ga boodschappen doen. Dat is de muziek van binnen. Net zoals bij de Efteling. Ja, maar... Het valt allemaal wel mee. Zometeen ben je helemaal zen. En relaxed. Hoe heb je het gehad? Bijna. En Jilders. Hoe heb jij je verjaardag gevaren? Nou, we gingen dus naar een hele grote kamer. Iedereen was naakt. Wil jij de video voor mij afsluiten? Ja, wacht even. Steeds. Oh, nu. Nee, bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij de volgende bye. Video. Bedankt voor mijn verjaardag, Eva.